De politie heeft enkele criminelen aangehouden voor gewapende diefstal in een supermarkt. Zij zijn in verzekering gesteld. Via de sociale media zijn camerabeelden verspreid van drie criminelen die een gewapende diefstal plegen in een supermarkt. Op de camerabeelden is te zien hoe een van de criminelen de winkelierster bedreigt met een scherp voorwerp en haar ook nog in een weergreep houdt. Voorts wordt onder andere de kassa leeggehaald. Twee van die criminelen zijn inmiddels door de politie in de kraad gevat en opgesloten hangende het strafrechtelijke onderzoek.